Over Erik, goedenavond. Goedenavond. Wie heb je meegenomen? Saartje van Kamp. Die essentieel is voor waar je dan ook gaat optreden, toch? Die is heel essentieel. Die is redelijk essentieel eigenlijk wel, ja. Ik heb echt vol bewondering bij staan kijken bij de Plato. Bij werkelijk ieder instrument is wel volgens mij bij jou door de handen gegaan. Tijdens dat optreden. Ja, nou ja, er zijn een paar, ja. Ja, dat is voor jou normaal natuurlijk, maar ik vond het prachtig. Tof. We hadden het net al even over Vlieland. En dit wordt de derde keer in The Great Wide Open. En natuurlijk al veel vaker sowieso op het eiland gespeeld. Dus ik dacht te vragen naar een Vlieland geheimtip. Waar je dan als je daar bent... Oh ja, dat weet ik wel. Het Drenkelingenhuisje is helemaal heel mooi. Dan moet je heel lang wandelen. Maar je komt uiteindelijk helemaal bij die grote zandplaat... waar ook militaire oefeningen zijn. Oh ja, helemaal het uiteinde van Vlieland, helemaal links. En helemaal ver, er staat een drenkelingenhuisje. En dat was dus ooit oorspronkelijk echt voor drenkelingen. Dan vinden ze daar warme kleren en wat eten en zo. Dat is nu een soort klein museum van alles wat er is aangespoeld. En die vindt echt krankzinnige dingen, echt... kunstgebitten van zeemannen en alle dingen op sterk. Veel flessenpost vind ik altijd heel erg mooi. Flessenpost, weet je wel? Ja. Dat ze die een brief in een fles doen en dan maar kijken waar die terecht komt. En dat is daar een verzameling, dat is heel mooi. En wat ook heel mooi is, dat is het pad van 20, heet dat. En dat loopt van dat snijdt het eiland eigenlijk in tweeën. En vlak voor het pad van 20 eindigt bij de zee, heb je een hele hoge duin. En dat moment, dus als je de zee nog niet ziet, maar wel vermoedt... Ja? Dat vind ik zelf altijd... Dan vind ik de zee op zijn mooist, zeg maar. Als je hem nog niet ziet. De verwachting. Verwachting van die zee, dat is mooier dan de zee zelf. Waar loopt dat pad? Waar loopt het pad? Ja, door het... Eigenlijk een beetje in het midden, rechtdoor... Ja, het snijdt het eiland door twee. Het is een lang, dun eiland, dus het wordt door midden gesneden. Oké, ga ik even onthouden. Ja. Ik krijg nu al helemaal de Intergrade Wide Open kriebels hiervan, hoor. En ik vind het ook best wel een beetje jouw festival. Ervaar je dat ook als een thuiswedstrijd daar? Nee, elk concert, alles wat we doen, is een thuiswedstrijd. En je moet gewoon zorgen dat je je thuis voelt. Want dat is... Weet je wel, dat is eigenlijk, je voelt je nooit niet thuis. En dat doet de muziek, als het goed is. Ja. En we zijn wel zo, zo open, denk ik. Het gaat om de eerste 5 of 10 minuten. En dan zie je elkaar en je proeft de sfeer en je ziet het publiek. Ja. En dan is het automatisch een thuiswedstrijd. Dat kan overal zijn. Er zijn heel veel kindjes in het publiek altijd op Internet Great Wide Open. Ja. En nou heb ik van Lucky Fons gehoord dat hij dan trucjes heeft... om bijvoorbeeld zijn microfoon standaard om te gooien of een glas water te breken... om de aandacht naar hem toe te trekken van die kinderen. Heb je ook van die dingen? Nee, ik ben niet zo goed in trucjes, denk ik. Het is wel, als je Nederlands zingt, Nederlandstalig... dan heb je al snel aandacht van kinderen, van kleinkinderen. Want ja, Nederlands, het zijn geen kinderliedjes die we spelen. Maar om een of andere reden is de beelden die je zingt... of de woorden die je zingt, dat interesseert een kind. Ja. Of het interesseert ze als het over artjes gaat. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Absoluut. Even een klein stukje laten horen. Hij bracht mij zich... Oh, wacht even. Dat is even... Ja, wel goed. Klinkt vet. Nee, dat was artis niet. Dit is artis. 7 jaar later gaan we weer gewoon naar artis. Dingen zijn daar nooit voorbij. En alles is een beetje jij. Een beetje jij. Dit staat natuurlijk op Treinvuur Dageraad. Die kwam in april uit. En in dit nummer gaat de verteller 7 jaar later weer naar Artis. Hij lijkt dan een beetje te mijmeren over een verloren liefde. En toen dacht ik, wat heb jij zelf eigenlijk aan herinneringen aan Artis? Want ik moet altijd aan het beestje denken met die neus. Welk beestje? Welke neus? Die je kunt kopen in de souvenirwinkel. Oh, hoe heet die? Dat is de Artis Spartus heet die volgens mij. Artis Spartus, ja. Dat is het eerste wat ik aan denk. Dat is niet het eerste waar ik aan denk. Nee, vaak niet hoor. Ik denk niet elke dag een Artis de Partus. ik zocht in het liedje, zocht ik inderdaad die twee mensen die spreken af om elkaar, wat er ook gebeurt. Misschien was er een liefde, dat weet je niet. Om wat er ook gebeurt, ze spreken elkaar. We gaan elkaar elk 7 jaar gaan we elkaar even ontmoeten. Vragen wat er, hoe het nou zit met je leven. Oh ja. Dat is een beetje bedacht, want er is een theorie die zegt dat alles in je leven gaat in blokjes van blokken van 7 jaar. En als ik het zelf terugreken, dan klopt het wel ongeveer. Weet je, om de 7 jaar dan veranderen de dingen in je leven. En deze mensen die spreken af, nou, wat er ook gebeurt, misschien zien we elkaar 7 jaar lang niet. We zien elkaar. En toen zocht ik dus waar ontmoeten ze elkaar dan? Dat moet een plek zijn waar dingen nooit veranderen. Dat kan dus de zee zijn, dat is logisch. Maar ik vond Artis
Eigenlijk wel mooi. Want Art is een soort, ja, je opa ging daarheen en je kinderen en je kleinkinderen. Maar wat zie jij dan zelf voor je als je aan artis denkt? Nou, ik hoop dat, dan zie ik vooral de architectuur, die kooien, weet je wel. Het is een soort Jugendstil-achtige... Heel ouderwetse kooien. Ouderwetse, ja. En dan hoop ik dat het nog over 500 jaar nog bestaat. Ik wil nog een stukje laten horen, in dit geval van Stefan en Lisette. Stefan en Lisette, altijd samen, maar niet echt in stel. Zo'n soort liefde kon niet echt bestaan. Hij dronk te veel en zij was veel te fel. Dit liedje is ook een heel mooi verhaal wat ik graag van je zou willen horen. Want hier doet de verteller een soort van horen-zeggen verhaal. Ja. Heb je al gehoord dat van die en die? En ik weet het ook niet precies hoor. Maar dat lijkt mij nou een super manier om een verhaal te vertellen. Je maakt het jezelf... Je hoeft niet alles precies te vertellen, want ja, ik heb het ook maar van horen zeggen. En dat is eigenlijk heel vaak, hè. En die Stefan en Lisette, die lijken misschien wel een beetje op die mensen die naar artis gaan. Want die zijn op een of andere manier tot elkaar veroordeeld zonder dat het echt een liefdesstel is. Ze zijn niet echt super verliefd, maar op een of andere manier zijn ze gewoon altijd samen. En ze blijven de rest van hun leven gewoon altijd samen. En ik vind dat een heel mooie relatie. Ik vind dat eigenlijk veel spannender en mooier om te vertellen dan gewoon... Ja, gewoon verliefd. Ja, verliefdheid is nooit gewoon natuurlijk. Nee, maar dat heeft duidelijkere lijnen hoe dat kan verlopen. Hoe dat kan verlopen. En dit is veel ingewikkelder en fragieler. En nou ja, we volgen die twee echt door een hele... Het is heel lang. Het begon met 4 coupletten en toen werd het 7. En nou zijn het er iets van 15 of zo. Ja. Ik ben wel benieuwd of Stefan en Lisette dan ook hetzelfde zeiljek aan hebben in dezelfde kleur. Nee, zo zijn ze echt niet. Nee, dat zijn ze niet.